leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie de veelgevraagde roomtour. Ik heb deze heel vaak in de reacties voorbij zien komen. Maar voordat ik ga beginnen, in de video van vorige maand, dat was dus de muziek nadoen. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan op het i'tje hierboven en dan kan je meteen kijken. Aan het einde van de video had ik gezegd dat ik 3 mensen op Musical.ly BFF ging maken. En dat zijn dus deze 3 geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Maar laten we dus snel gaan beginnen. Ik heb dus niet een hele grote kamer, maar ik dacht laat ik maar het beste van maken. Ik heb dus 4 themakleuren in mijn kamer. En dat zijn dus zwart, wit, goud en roze. En dat zijn dus eigenlijk de kleuren die ik het meest gebruik. Laten we snel gaan naar de eerste muur. Daar heb ik bovenaan heb ik bla 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 staan. Dat vond ik gewoon heel erg leuk. Het zijn zwarte letters. En ik weet niet meer precies waar ze vandaan komen, maar dat laat ik je even weten hieronder. Dan heb ik ook nog 3 knopen en mijn Polaroid. En een leuk sleutelhanger dingetje. En dat vond ik heel erg leuk, omdat dat ook een beetje past met wat ik leuk vind. Natuurlijk filmen en foto's maken. En Parijs. Mijn moeder is natuurlijk Frans en ik vind Frans ook een hele mooie taal. Dus daardoor de Eiffeltoren uit Frankrijk. Ik weet ook niet meer precies waar die knoppen vandaan komen, maar ik laat het nu hieronder zien. Dan heb ik ook nog een leuk tafeltje helemaal onderaan in de hoek. De tafel is dan ook van Xenos. Op die tafel heb ik het boek van Xenos. En ik heb ook nog dat kladblok van de Xenos. Die marmeren, en die vind ik echt super leuk. Ik heb nog helemaal niks opgeschreven, omdat ik het gewoon te mooi vind om te schrijven. En ik heb ook nog het Ariana Grande luchtje, de roze, dus de nieuwe. En dan gaan we nu door naar mijn bed. Mijn bed heeft als hoofdthema wit, dat zie je waarschijnlijk ook. En ik heb dus ook deze kussens. Deze 2 zijn van Hema. En deze is van de Weekamp online shop. Maar ik weet niet of jullie die nog kunnen vinden als jullie ze willen. En dan heb ik ook nog mijn lakens. Ze zijn dus helemaal wit. En deze zijn van de H&M. En dan staat dit op het randje van mijn bed. Deze heb ik ook gekocht bij de Xenos. Maar deze kan je eigenlijk bij heel veel winkels kopen. Verschillende dingen opzetten, maar ik heb er Good Morning op gezet omdat die op mijn bed staat. En ik kan hem ook nog eens aandoen, dus dat vond ik heel erg leuk. Als ik bijvoorbeeld in de ochtend wakker word, maar nog niet tegen het hele felle licht kan, dan doe ik gewoon die aan en dan is het nog een beetje slaperig. Want ik moet altijd nog een beetje wakker worden voordat ik op kan staan. Dus dan heb ik die ook nog. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de kleur van mijn muur, dat is deze. En laten we nu snel doorgaan met de andere muur. Deze muur is van krijtverf. Hij is dus gewoon zwart en je kan er met een krijt op schrijven. En dat kan je dan weer weghalen. Super handig en leuk. Ik heb dus allemaal verschillende dingen opgezet. Bijvoorbeeld Life is a Song, Sing It. Ook lijstjes soort van gemaakt. Daar heb ik dan weer foto's in gezet. Zoals deze met de familie. En dan nog deze. Deze was met Kinderen voor Kinderen bij Feest. Het laatste concert die we hadden gegeven. En deze, omdat ik heel veel hou van Nutella. Zoals je ziet, ik heb hier ook een trui met Nutella. Het staat, I will never break your heart. Dat is echt gewoon helemaal waar. En de washi tape rond de foto's, ook van Hema. Ik heb onderaan de zwarte muur mijn keyboard staan. En daar speel ik nog best vaak op. En dan ga ik bijvoorbeeld liedjes van YouTube opzoeken die ik graag zing. En dan ga ik ook proberen om erbij te spelen. Er staat ook nog een boek van Beyoncé op, omdat ik heel erg fan van haar ben. Zoals jullie waarschijnlijk al weten. Er staat dan ook nog mijn koffer. En ik vond hem heel erg leuk omdat die licht roze is. Past dan weer bij alle kleurtjes die ik heb in mijn kamer. En deze is van de Blokker. Op deze muur zit ook nog mijn microfoon. En deze microfoon, dan zing ik liedjes in. Bijvoorbeeld ook voor dit YouTube kanaal heb ik ook een paar liedjes ingezongen. En gewoon voor de leuk, wanneer ik zin heb om te zingen, doe ik het ook gewoon op de microfoon. En daar heb ik dus ook speciale programma's voor. Als jullie daar trouwens geïnteresseerd in zijn, laat het weten in de comments. En dan weet ik of jullie het leuk vinden als ik laat zien hoe ik een liedje inzing. Want daar kan ik daar ook een keer een video over maken. Op mijn vensterbank staan ook nog een paar dingetjes. En dat zijn deze bijvoorbeeld. Dit is mijn cactus. En er is heel erg vaak naar gevraagd over waar die nou vandaan komt. Maar die komt dus van de kwanten. Dit heb ik ook nog op staan. Het is Enjoy. Ik heb er ook nog een hert op staan. En dat vond ik wel leuk gecombineerd samen. En als laatste heb ik ook nog een plantje erop staan en ook een vaas. En de vaas is van Hema. En dat is dan eigenlijk alweer het laatste. Als jullie nog tips hebben voor wat leuk zou zijn in mijn kamer, laat het dan weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Vergeet een duimpje omhoog te doen, te abonneren op ons kanaal hier ergens. En ook niet meteen het belletje in te drukken, zodat je een melding krijgt als wij een video online hebben gezet. En dan zie ik jullie volgende maand weer. Doei! Staan. Oh. Wow, ik schrok me echt kapot, man. Oh. Ik hoorde je struggelen. Struggelen. Ik heb echt heel veel gestruggeld in deze video. Ik moet echt niet praten. ik heb ook nog dit opstaan. Ik heb ook nog dit. Dit heb ik er ook nog opstaan. Oké. Okay. Ik ben echt bleek.
laten vegen. Dit heb ik er ook nog op staan. Het is een bord met een beetje geen bord gezet. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Dat is heel raar. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!